Het Tutti Frutti diner. Wil je de suiker even geven? Natuurlijk. Koning's bakkerijwagen heeft alles. Yuck. Nana, je gaf me per ongeluk het zout. Zoute fruittaart. Niet slecht. Als wij het al leuk vinden om voor elkaar te koken, dan is het nog veel leuker voor een hele groep. Ik weet iets. We nodigen alle baby's uit van de Fantasyberg. En alle baby's uit de vallei. Maar ik ben dan de kok. Dat is niet eerlijk. Oké, dan ben ik de gastvrouw. Tutti Frutti Team! Postbode! Wat zou het zijn? Ah, een brief! Wat mysterieus! Jullie zijn allemaal uitgenodigd voor een diner op Tutti Frutti Eiland. Yay! Ik heb nu al honger. Hoi, Nana. We hebben fruit meegenomen uit de snoepjesfabriek. Dank je. Ik ben sneller. Yay! Auw, ik heb niks. Welkom. Hier is jullie gastvrouw. Hier heb ik jullie voorgerecht. Yummy. Dit is de beste fruitsalade die ik ooit heb gegeten. Foxy, niet met je handen in mijn eten. En ze heeft ze niet gewassen. Jak, nu hoef ik deze niet meer. Geen zorgen. Ik zal meteen een nieuwe komen brengen. Ook één voor mij. Foxy heeft die van Griffo gegeten. Ik heb dus heel snel een nieuwe nodig. Ik heb maar twee handen. Nou, de gasten horen tevreden te zijn. Als ik de kok was geweest, had ik dit veel beter gedaan. Wat? Bedankt! En hier nog een fruitsalade. Als ik de gastvrouw was, had ik het beter gedaan. Denk je? Oké, we draaien het om. Jij bent de gastvrouw en ik ben de kok. Gastvrouw, ik hoef dit niet meer. Ik wil wel een cakeje. Oh, maar we hebben geen cakejes. Wat een slechte service. Ik weet het. Dreamy, wil jij haar fruit misschien omtoveren tot een ijsje? Wauw! Bij nader inzien wil ik toch de fruitsalade. Ik geef het door aan de kok. Ha, nee, kleiner. Ik eet ze alleen op als ze precies 2 centimeter groot zijn. En ik wil ketchup. Ketchup op het fruit? En gebruik een beetje van dit. En ook een beetje van dit. Oh, ik word helemaal gek van jullie. Arme Angie. Dit ijsje zal nog beter smaken met de chocoladetopping. We hebben hier geen chocola, Koning. Ik heb dat wel thuis. Wil je dat ik dat ga ophalen in de vallei? Dank je. Peter, maar ik mis toch wel een beetje slagroom. Maar we hebben ook geen slagroom. Ik wel, maar thuis. Ah, natuurlijk. Wel thuis, ja. Heel lekker. Maar weet je wat er nog op moet? Een knapperige wafel. Maar we hebben geen wafels. Het maakt niet uit of je het thuis hebt. Ik ga het niet halen. Gastvrouw, wanneer krijgen we eigenlijk ons toetje? Ja, het duurt wel erg lang. Wij hebben honger. Arme Nana. Wij hebben honger. Het is toch wel zwaar om een gastvrouw te zijn. En ook om een kok te zijn. Ik zou graag een speech willen geven. Auw, hé! Magic Tears Jellies! Ik vond het eigenlijk veel leuker toen we alleen nog maar voor elkaar aan het koken waren. Dit kan denk ik maar op één manier worden opgelost. Tutti Frutti Team! Stop! Niet praten met een volle mond. Gebruik een servet om je schoon te vegen. Hou je ellebogen van de tafel. En jij gaat je handen wassen. Eindelijk is de boel op orde. En er wordt hier niet gespeeld met het eten. We lieten ons een beetje gaan. Het spijt ons dat we zo ondeugend waren. Om het goed te maken, organiseren wij een diner voor jullie. Jullie zullen je vingers erbij aflikken. Ik mis alleen nog een klein beetje suiker. Honing is gezonder. Maar we hebben geen honing. Maar dat heeft Koning vast wel in huis.
bent te laat voor je dienst. Goedemorgen. Dat ruikt zo lekker. Dan kan ik nu beginnen. Maar ze heeft niet eens gekeken waarom het alarm afging. Misschien kan ik het oplossen. Huh? Wat raar. De computer geeft aan dat er geen fruit meer is. Ben je er al achter? Ja, natuurlijk. Waar al achter? Dat er geen fruit meer is in de fabriek. Dat komt omdat het al een tijdje niet meer heeft geregend. En daardoor droogt alles uit. Wat? Dan moeten we onmiddellijk een spoedvergadering zien te organiseren. Oda. Doei. Kito. Oda. Oké. De reden dat ik jullie bij elkaar heb geroepen is dat ik graag een team zou willen opzetten dat met elkaar gaat uitzoeken waarom het hier niet meer regent. Yay! We moeten een einde maken aan de droogte. Of we kunnen nooit meer cryjuice maken op Tutti Frutti Island. We moeten nu iets gaan doen. We kunnen helaas niet meer wachten. Ik denk... Nu iets doen! Nu iets doen! Nu iets doen! Zal ervoor zorgen dat het weer gaat regenen. Ik heb zo'n idee dat dit niet zou gaan werken. Een dans kan het toch niet laten regenen? Wat? Ik kan je niet goed horen. Heel goed, ga zo door. Grace, ben je in orde? Kijk omhoog. We hebben een wolk opgeroepen. Maar hoe is dat mogelijk? Joehoe. Het begin van de regen is er. Maar helaas is de regen zelf er nog niet. Oké, met dit kanon gaan we niesboeder de lucht ingooien, zodat de wolk gaat niezen. Wat een goed idee! Het kanon is er klaar voor om het niesboeder af te vuren. Goed, dan gaan we nu aftellen. 10, een 9, wolk die gaat niezen? 8, maar dat kan 7, helemaal niet. 6, 5, wacht! 4, huh? Huh? Auw! Huh? Huh? Kom op, baby's. We blijven het proberen. En nu zal Lala jullie een heel zielig verhaal vertellen, zodat de wolken gaan huilen. Het regent niet. Het regent niet. Hé, hey, kom daar vanaf. Hé, hey, geef terug. Luister jij. Ze huilen van het lachen. De wolken moeten we ook op die manier laten lachen. Terwijl zij lachen, droogt Tutti Frutti Island helemaal uit. Magic Tears Case! Dit gaat niet werken. Het is overduidelijk dat dit niet gaat werken. Maar waarom zei je dat dan niet veel eerder? Dat probeerde ik. Maar jullie waren zo opgewonden om van alles uit te proberen dat jullie niet luisterden. Maar we luisteren nu wel naar je. Er zijn wel wolken in de lucht, maar ze worden niet donker en verplaatsen zich ook niet naar de velden. Natuurlijk, er staat helemaal geen wind. Ze hebben de wind nodig om over het meer te bewegen. Het water verdampt en de wolken nemen het dan op en laten het weer los boven het veld. En hoe kunnen we het dan laten waaien? Nou, ik weet het! We gebruiken de windmolen van de snoepjesfabriek om het te laten waaien. Ja, we kunnen er een motor achter zetten. Goed idee. Dan is de wind veel krachtiger. Ik denk dat dit plan wel gaat lukken. Als je deze knop indrukt, zal de windmolen sneller gaan draaien. Mel, ik vind dat jij dat mag doen. Jij ontdekte tenslotte het probleem. Kom maar, regen. Ja! Het is ons gelukt! Woehoe!
bananenschil. Ik hou niet van bedorven fruit. Het ruikt naar vieze sokken. Auw! Wow. Dat deed zeer. Gaat het wel? Met mij wel, maar niet met mijn billen. Magic Tears Jellies! Gelukkig valt het mee. Maar je had jezelf wel flink kunnen bezeren. Ja, iemand heeft deze bananenschil achtergelaten. En ik heb wel een vermoeden wie dat was. Kijk, hier liggen er nog meer. We volgen het spoor. Ja, nog meer bananenschillen. We zijn dichtbij. Auw! Ik wist het. Jij bent de bananeneter en schillenstrooier. Eter? Strooier? Wat? Mijn naam is Nana. En dat weet je, Pia. Ik gleed uit. En dat is jouw schuld. Gooi die schil in de GFT-bak of je veroorzaakt nog een ongeluk. Sorry. Als ik een banaantje eet, vind ik dat zo lekker dat ik alles om me heen vergeet. Nana, je kunt toch niet zomaar alles vergeten? We moeten samen het eiland schoonhouden. Maar vind je het niet mooier zo? De jellies lijken het leuk te vinden. Goed, baby's. Het is tijd voor mijn volgende snack. Dit kan je toch niet menen? Tutti Frutti Eiland, luister goed. Ik zal niet toestaan dat de bananenschil nog een ongeluk veroorzaakt. Auw! Lekker. Een ijsje? Ja, een bananenijsje. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Oh, een bananensapje. Heerlijk. Hier, Tina, proef maar. Hoi, baby's. Ik word gek van al die bananenschillen. Eet ze echt alleen bananen? Ach, laat mij maar even. Ik zie de toekomst in mijn bal. Nana leert haar lesje voor een nieuwe bal. En wanneer gaat dat gebeuren? Want ik ben dus al 2 keer uitgegleden. Nog even en dan keert het tij en je angst gaat zo voorbij. Nana, nee! Ik heb je al 100 keer gezegd. Bananenschillen horen in de GFT-bak. Oh, was ik vergeten. Snap je dan niet dat iemand kan uitglijden? Wat kan jij overdrijven? Ah, ik kan niks meer zien. Het wereldrecord schaatsen gaat verbreken. Misschien moeten we haar helpen. Huh? Nee, ze moet eerst haar lesje maar eens leren. Hey, Wolk, hoe gaat-ie? Is dat een vogel of een vliegtuig? Het is Nana. Ah. Oh, sorry, kijk uit. Ik kom maar aan. Nou, ik denk dat ze het nu wel begrepen heeft. Dat denk ik ook. Ik zal haar nu verlossen. Wow. Ijsjes kunnen ook heel glibberig zijn. Gered. Sorry, Pia. Ik zal geen bananenschillen meer strooien. En deze keer zal ik het onthouden. Het is gevaarlijk. Wacht, Pia. Ik heb een verrassing. Wow. Ik gleed zo vaak uit over de schillen dat ik nu een ervaren schaatser ben. Wow. Oeh. Wauw. Wat ga je goed, Tina? Henna, strek dat been. Wie het meest zijn best doet, krijgt een prijs. Deze mand met bananen. En als je klaar bent met schaatsen, weet je waar de bananen schillen. In de groenbak. Ah.
op het meer. Het ruikt zo lekker. Het water van het meer is perfect voor parfum. Duurt het maken van parfum lang? Helemaal niet. Ik doe gewoon wat water in deze kan en klaar. Niet deze. Ook niet deze. Dit gaat wel lang duren. Mijn kan! We krijgen je kan wel terug. Dit gaat een eeuwigheid duren. De zon bestuderen is spannend. Hij blijft altijd maar schijnen. Echt. Wow, wat gebeurt daar? Heb je dat ook gezien? We hebben iets te doen vandaag. Oh nee, hij drijft verder weg. Gelukkig heb ik een oplossing. Ja, dat dacht ik al. Hij drijft in het midden van het meer. Foxy, teken een boot en gebruik je krachten. Oké. Aha! Ja! Nu kun je er naartoe varen. Wauw, wat een goed idee. Mel, je kijkt zo sip. Vind jij het geen goed idee? Nou... Nee, Mel denkt niet dat dit zal gaan werken. De kan is al veel te ver weg en de boot ziet er niet veilig uit. Ze heeft gelijk. Inderdaad. Weet je hoe je je angst kunt overwinnen? Door gewoon te gaan. Er zal heus niks ergs gebeuren. Maar ik kan niet zwemmen. Geen zorgen, je hoeft ook niet te zwemmen. Doei. Gewoon peddelen. Oh, wat doe ik mezelf toch aan? Huh? Oh, ik ga zinken. De kan! Het is tijd om terug te gaan. Waar is de andere peddel? Er is er maar één. Hallo, help, ik zit vast. Mel, roep naar ons. Ze is te ver weg. Ik kan haar niet lezen. Rustig allemaal. Ze probeert ons gewoon te zeggen dat ze de kan heeft, toch? Ik denk niet dat dat het enige is. Kijk maar. Waarom vaart ze toch in rondjes? Komt dat omdat ik maar één peddel heb getekend? Oh nee, Mel kan niet meer terug. Ze zal daar voor altijd moeten blijven. En dat is mijn schuld. Denk, Ella, denk. Ik heb een idee. Foxy, teken een touw. Oeps, ik weet het. Een grote hengel. Weet je wel zeker? Ja. Oh? Wauw. Oké. Okay. Nee, dat dacht ik dus niet, hè? Denk, Ella, denk. Ik weet het. Ik heb nog een idee. We drinken het meer leeg. Ik voel me niet zo goed. Au in mijn buik. Kom op, we zijn bijna klaar. Er is nog maar een paar duizend liter wat we moeten opdrinken. Ik kan niet meer. Eens zien. Oh, ik weet het. Nee, dat gaat niet werken. Maar hé... Nee. Oh nee, ik kan niks meer bedenken. Het spijt me, Mel. Het spijt me zo dat ik zo mega koppig was. Magic Tears Days! Wat? Oeh, dat is het. We maken een pad. Kom op, baby's. Ja, gooi! Gebruik het fruit om naar de kan te komen. Wat? Ik kan toch niet over het fruit heen lopen om zo naar de kan te komen? Zijn ze... Ja, je kan het! Yes! Bedankt dat jullie me hebben gered. Ella, door jou ben ik nu niet meer bang. En trouwens, lady, kijk eens wat ik voor je heb. Dat is het beste fruit voor parfum. Ja hoor, even proeven. Oh ja. Mag ik ook? Ik ook. Laat mij eens proeven. Hey, jullie hebben alles opgedronken. Wie gaat hem nu weer vullen? Hallo? Cry babies, magic.
Nee, deze ook niet. Nee, nee, nee. Oh. Het is zo moeilijk om fruit te vinden waarmee je de allerlekkerste fruittaart kan maken van de wereld. Huh? Oeh. Huh? Nana, wat een timing! Jouw bananen zullen deel uitmaken van de lekkerste fruittaart van de hele wereld! Ja, onze fruittaart wordt fruitastisch! Dank je! Hier kan ik echt heel blij van worden! Magic Tears Jellies! We komen de bananen morgen ophalen! Tropical! 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 Ja! Hop, hop, hop! Benna? Benna? Waar ben je, Benna? Wij zijn klaar om te bakken. Waar zijn de bananen? Ik weet het niet. En ik kan Benna ook nergens vinden. Waar heb je het over? Ben je de bananen kwijtgeraakt? Ik ben ze niet kwijtgeraakt. Ze waren gewoon ineens weg. En ik kan Benna ook niet vinden. Dus het was Benna. Ze wilde ze niet met ons delen. Oh nee, Benna is een fruitdief van Tutti Frutti Eiland. Mijn aardbeien. Mijn meloenen. Mijn prachtige sinaasappels. Nee, Benna zou zoiets naars echt nooit doen. Vaarwel, lekkere fruittaart. Geen zorgen, we kunnen hem nog steeds bakken. Alleen moeten we Benna vinden. En hoe gaan we dat dan doen? Denken jullie nou echt dat Benna zoiets zou doen? Shh, we moeten ons concentreren. Misschien is ze wel in gevaar, Benna! Huh? Een schil! Kijk! Hier heb ik er nog eentje. Het is een schil van een van de bananen. Kom snel! We volgen het schillenspoor. Kijk! Die kant! Daar ligt er nog een! Auw! Kijk! Hier ligt er weer eentje! Benna, Benna. Psst, psst. Wat een goede verstopplek heb ik, hè? Benna zal mijn aardbeien nooit kunnen vinden hier. Fruit geleverd. We moeten stil zijn. Benna kan elk moment verschijnen. Benna doet zoiets echt niet. Benna is een dief. En we zullen haar vangen om het je te bewijzen. Ah, daar is de dief. Kom op, Dreamy. Jouw beurt. Jellies, wat zijn jullie hier aan het doen? Kijk, mijn fruit. Dus het was toch niet Benna? Wat een opluchting. Gelato. Maar waar is Benna? Geef mijn bananen terug, kleine dieven! Nee! De jellies mogen niet in de fabriek. Dat is tegen de regels. Hè? Benna! Benna! Sorry, we dachten dat jij de fruitdief was. Kun je ons vergeven? Ze zegt van wel. Neem maar lekker jullie fruittaart bakken. Als Benna ze niet eerst nodig heeft. Cry babies, magic tears. Een wereld van vriendschap en magische verhalen.
koorts. Zuur gaat van het sap. Oké. Welkom allemaal op het grote oogstfeest. Wauw. Het feest gaat beginnen. Angie zal beginnen met het voordragen van een gedicht namens alle Tutti Frutti. Ja! De perziken groeien, de grapefruit bloeit, de appel en framboos zullen we gaan oogsten, zodat we met een smoothie kunnen proosten. Goed zo, Angie! Ik heb hier de hele week hard aan gewerkt. Magic Tears Jellies! En hier zijn de Valleibaby's. Zij maakten deze geweldige muurschildering voor Tutti Frutti Eiland. We hebben geplette vruchten gebruikt. Daarom heeft het zoveel kleur. Geef ze maar een groot applaus. Hup, 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 fantasy! En ja, dit jaar heeft de fantasy weer een fantastisch lied. Laat het feestje beginnen. Aardbei, limoen. Een regenboog vol fruit, een zomers geluid. Oh, oh, oh. Ik stop niet, ik dans alsmaar door. Op ons oostfeestlied. Ik moet blijven dansen, mijn voeten blijven springen. Oh, wat een feest, mijn billen swingen. Ik moet blijven dansen, mijn voeten blijven springen. Oh, wat een feest, mijn billen swingen. Laten we dansen, baby. Omdat het weer zo slecht is, moeten we het feestje stopzetten en verplaatsen naar volgende week. Nou, een gewone nacht zonder bijzonderheden. Ik moet blijven dansen, mijn voeten blijven springen. Wauw, dat is een goed begin van de dag. Tot later, baby's. Zo te zien was het leuk gisteren. Schoonmaak voltooid. Wacht, is er niemand die op de vruchten let vandaag? We moeten blijven dansen. Het feestje is verplaatst vanwege de storm. En sindsdien kunnen we dat superleuke liedje niet meer uit ons hoofd krijgen. En wie gaat het fruit nu oogsten? Oh, we moeten snel iets bedenken. Een week later. Waar zou iedereen zijn? Vanavond is het feestje. Pie, we moeten een manier zien te vinden om dat liedje uit hun hoofd te krijgen. Oh, wat als ik een nog pakkender nummer kan bedenken? Pie, geef mij gitaar. Ik denk dat ik een idee heb. Uh-oh. Dit is precies wat Pia bedoelde. Niemand heeft deze week ook maar iets aan de oogst gedaan. Het is de vloek van het onderbroken lied. Die vreselijke storm spoelde dat zomaar door een vergiet. Nu willen die arme baby's maar blijven dansen zonder kansen. Wil je daarmee zeggen dat ze het liedje nooit meer uit hun hoofd zullen krijgen? Maar alleen maar als ze het liedje tot het einde horen? Ik ben bang dat dat zo is. Nou, en wat gaan we daaraan doen? Vanavond zingen we het lied opnieuw. En deze keer gaan we het wel afmaken. Ja, en dan kunnen ze eindelijk het fruit weer oogsten. Hup, 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 fantasy! En vanavond zijn ze hier weer. We gaan dansen. Lekker dansen, baby's. Ja. En mijn kleine lijf komt uiteindelijk tot rust. Dat was het. Het is klaar. Willen jullie alsjeblieft stil gaan staan? Jullie hoeven met het dansen echt niet meer door te gaan. Huh? Wat hier past. En dat is het lied van de Fruity Rock. Rock, rock, de Fruity Rock. Rock, rock, de Fruity Rock. Vergeet dat andere gekke lied. Dat is ook het ritme van de Fruity Rock. Yay! Nou, zo te zien is dat aanstekelijke nummer uit hun hoofd. Yes, het is ons gelukt. Het was een geweldige avond. Dag, Pia. Tot later. Doei, rock'n'roll. Nu krijgen jullie dit nummer ook niet uit jullie hoofd. Nee, we maken een grapje. Oh, ik viel al bijna flauw. En wereld van vriendschap en magische verhalen. Cry
ontdekking van Tutti Frutti Eiland, deel 1. Deze cupcakes worden denk ik heerlijk. Oeh, het is hier warm. Oh, ben je ziek? Dan kan je helaas niet op vakantie. Ik kan wel op vakantie. Het is hier denk ik warm omdat de oven op zijn hoogste stand staat. Geen verhoging. Je bent net zo gezond als een aardbei. Oh, ik heb trouwens nog geen plannen voor de vakantie. Je mag met mij mee naar de fantasywereld. Kun je me de aardbei even geven? Oeps. Ze waren echt heerlijk. Ah! Heb je nu echt alle aardbeien opgegeten? Sorry. Cutie, pluk alsjeblieft nog wat aardbeien in het bos. Ik zal de oven wel weer even uitzetten. Wauw, wat zijn ze groot! En lekker! Dit zijn de speciale vruchten die de fantasy eten. Hiermee worden mijn cupcakes de lekkerste van de hele wereld. Dat ruikt lekker, zeg. Dat moet ik proeven. Wauw. Wandy, wie heb je meegenomen? Dit is mijn nichtje Lizzie en ze is hier voor een tijdje op bezoek. Nou, jullie hebben geluk, want ik heb net cupcakes gebakken. Neem maar. Hier, ik heb er genoeg. Deze zijn zo lekker. Dat komt omdat ik speciale aardbeien heb gebruikt. Dezelfde die de fantasy eten. Dat zal het wel zijn. Speciale aardbeien? Die heb ik nog nooit in het echt gezien. Ik wil wel een paar van die aardbeien. Ik ook. Ik ook. En ik ook. Ik niet. Ik heb nog wat dingen te doen. Ik laat ze zien, maar ik kan niet lang blijven. Ik ga namelijk op vakantie naar de fantasywereld. Ga mee, Lizzie. Zijn we er al? Het ruikt hier naar aardbeien en meloen. Wauw. En ook naar sinaasappels. Deze plek is magisch. Wauw. Een paradijs. Au, kijk uit, lady. Het ruikt hier fruitig. Wauw, er is hier zelfs jam. Dit is een nieuwe wereld. Het is hier geweldig. Lekker. De beste bananen van het universum. Wat een grote appel. Hij smaakt nog lekkerder dan hij ruikt. Ik word echt nooit moe van fruit eten. De beste vakantie ooit. Oh, ik zou op bezoek gaan bij Jessie. Hey, wat zou ze doen? Ik denk dat ze ons vergeten is. Nu zal ik nooit leren hoe ik met mijn eigen handen pretzels moet maken. Jessie zal zich vast wel vermaken. Nog 5 minuutjes. Zijn jullie lief of gemeen? Aloha. Wacht! Lady! Help! We moeten hulp gaan halen en de baby's redden van die kleine monsters. Waarom brachten ze ons hierheen? Jullie aten al ons eten op. Wordt vervolgd. Cry babies, cry babies, cry.
wil wel een paar aardbeien. Oh. Doet dit broedie. Waarom brachten ze ons hierheen? Jullie aten al ons eten op. Welkom op Tutti Frutti Island. Ja. Oh, huh? Ja. Ja. De ontdekking van Tutti Frutti Island deel 2. Oh, jullie zien er leuk uit voor een foto. Help! Huh? Ze hebben de baby's. Wat is er gebeurd, lady? We aten gigantisch fruit dat ontzettend lekker was. Maar toen ineens zagen we kleine kleurrijke monstertjes die in vreemde taal spraken. Huh? En gigantisch fruit? Kleurrijke monsters? En een vreemde taal? Ik zal de baby's wel redden. Navigatie aan. Ik ook. Laten we gaan. We liepen door een soort jampot en alles ruikt daar echt heerlijk. Oh, het ruikt hier al lekker. Hashtag het ruikt lekker. Wauw. Niet bewegen. De kleine monsters kunnen overal zijn. Het was deze kant. Nee, nee, nee. Deze kant. Huh? Huh? Oh, wauw! Oh, wow. Ja! Prachtig! Huh? Wat is dat? Het zijn de baby's. En ze moeten het fruit dragen van andere vreemde baby's. Oeh! Huh? Wat een lekkere sinaasappel, zeg! Ze worden slecht behandeld. Ze krijgen bevelen. We moeten ze redden. Worden we dan niet gevangen? Ik weet iets. We vermommen ons. Ik ruik niet eens meer mijn parfum door deze fruitlucht. Baby's, kijk. Ik heb mijn vermomming gevonden. Dat ziet er goed uit. En je ruikt heerlijk. Run weet de weg. Met dit toetje bestuur ik de snoepjesfabriek. Ik kan 100 grapefruitsnoepjes maken. Oh nee. Nu heb ik zomaar 1 miljoen gummiesnoepjes ingetoetst. Ook lekker. Auw! Hey, wie ben jij? Wat doet een spiegel hier nou? Ah! Ik wist het. Er zijn meer baby's. Dit is het einde! Geen zorgen, het zijn vrienden! We dachten dat jullie gevangen zaten. Het voelt zo goed om bij elkaar te zijn. Wat een bijzondere traan is dat! Magic Tears Jellies! Daar zijn ze! Pas op, niet bang zijn! Ze zijn wat ondeugend, maar ze zijn niet gevaarlijk. De jellies zijn belangrijk voor onze wereld. Zonder ze zou ons fruit niet groot en sappig zijn. Wauw. We geven jullie wel een rondleiding op Tutti Frutti Island. Hier komt het overgebleven sap uit van de snoepjesfabriek en komt zo in het meer. Wow. En de kleur van het sap hangt af van welk fruit er geperst wordt. Wow. En nu de snoepjesfabriek. Wow. Hier wordt het fruit gemengd. Wat een ritme. Hey, dat is een grote mal. Het is hier geweldig. Hoi, ik ben Angie. En hier heb je alle soorten smoothies en milkshakes. Heb je ook banaan met meloen en sinaasappel? Natuurlijk. Als je het kunt bedenken, kun je het maken. Op Tutti Frutti Island. Ik wist het. Het smaakt heerlijk. Dit is absoluut de beste vakantie van mijn leven. Ik heb je eindelijk gevonden. Jullie kennen Tutti Frutti Island al? Yep, wij kennen alle hoeken van de wereld. En dankzij onze telescoop kunnen we alles in de gaten houden. Dus er zijn nog meer van dit soort coole plekjes? Natuurlijk. En elk van hen heeft zijn eigen speciale magic tier. Ja, laat ze ons zien. Jullie kunnen ze beter zelf ontdekken, beetje bij beetje. En trouwens, jij zal maar eerst leren hoe ik zelf pretzels kan maken.
Een wereld van vriendschap en magische verhalen. Fruity Fruity! De jellies, levende tranen. Het ruikt zo goed hier. En de cry juices zijn zo lekker. Ik wil er nog één. Ik zeg je eerlijk, ik heb niet meer. Wat? Je hebt het opgemaakt. Hoe is het mogelijk dat er geen cry juice meer is op Tutti Frutti Island? Net als dat er geen flessen meer zijn in de babyflesvallei. Wat? Auw! Maak je geen zorgen, Connie. We kunnen er toch meer maken? Echt waar? Wauw. Je bedoelt in de snoepjesfabriek? En mogen we dan de mengvaten zien? Natuurlijk! Ja! Yeah! Yeah! We willen echt alles weten! Wow! Oh, yes! Yes! Oh. Als eerste gaan we door de desinfectiepoort. Desinfectie geslaagd. Wow. Dit is de koepel. Wow. En dit is het fruitcontrolescherm. Wow. En dit is de heerlijke geur van het fruit. Wauw! Volg mij. Hé, dat moet worden opgeruimd. Wow! Auw! Wacht, het wordt nog beter. De mengvaten! Ik wil het zien! Laat zien! Ja, ik wil het ook zien! Ik wil het van dichtbij zien. En kan elk soort fruit erin? Wordt het fruit dan niet duizelig? Mag dit mee naar huis? Ja! Nee, en natuurlijk niet! We maken cry juice! Eerst moeten we beslissen van welk fruit we het gaan maken. Van bananen! Nee, van bramen! Nee, van appels! Nee, van bananen! Appels! Nee, bramen! Huh? 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 Wat nou als we dat allemaal gebruiken? Mm. Wacht! Huh? Het fruit zal zeker beter mengen met het fruitlied. Eerst wat banaantjes, we beginnen direct goed. Dan zwarte bramen, die zijn zo lekker zoet. Wat appels fris en fruitig, kom op niet zo zuinig. Dat mix je door elkaar en de cry juice die is klaar. Yay, nog eens! Eerst wat banaantjes, we beginnen direct goed. Dan zwarte bramen, die zijn zo lekker zoet. Wat appels fris en fruitig, kom op niet zo zuinig. Dat mix je door elkaar en de cry juice die is klaar. Yay! We zijn klaar! Nu gaan we het mixen. Mag ik dat doen? Maar natuurlijk. En proeven maar. Het smaakt naar suikerspinwolkjes. En een regenboog van karamel. Het is verrukkelijk. Echt fantastisch. Ik vind het zo lekker dat ik ervan moet huilen. Magic Tears Jellies. Oh, onze tranen zijn nu ook jellies. Zo cool! Heel erg cool! Nee, jellies, jullie mogen hier niet zijn! Waarom niet? Ze zijn het super schattig! Super schattig? De jellies zijn juist heel ondeugend! Daarom laten we ze liever niet binnen in de snoepjesfabriek! Geef dat terug! Ik weet iets. Nana, Emma, hou het gelatinekanon. Ja! En vuur! Yay! Het is gelukt! Oh, yeah! Gelukkig, dat was maar net op tijd. Nu moeten we ze naar buiten brengen. Kom op! Kom op, baby's! Nog een beetje verder! Goed zo! Nee, waarom doen jullie dat? Nee, stop! Hou ze tegen! Wacht! Hé! Die kant op! Kom terug, jullie! Je kan niet ontsnappen! Na dat! Hé! Ga richting de vallei. Nee, niet daarheen. Oh nee. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We hebben een probleempje. Wordt vervolgd.
aflevering. Fruity Eiland? Maak je geen zorgen, Koni. We kunnen er meer maken. Yay! Jellies mogen niet in de snoepjesfabriek. Je kan niet ontsnappen. Ze gaan richting de vallei. Nee, niet daarheen. Oh, nee. Hmm. Wat is er gebeurd? We hebben een probleempje. Oh. De jellies, vang ze allemaal. Nee. Papi. Papi. Nee, niet rennen. Nee! Ze hebben Fancy haar wagen. Papa! We moeten ze zien te vangen en snel. Uh-huh. Oh nee, dit is een ramp. Kom hier. Nee, nee. Ontdegen die jelly. Hé, hey, kom hier, nu. Perfect. Nee, kom hier, Jelly! Ik zei kom hier! Coole truc! Maar je moet nog wel een beetje oefenen. Zie je later! La 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 la. Huh? Anna, doe je... Hé, maar wat doe je? Nee, dat is mijn spel. Voorzichtig, mijn jong leerballen. Au, kom hier jij! Huh? Oh, au, die is van mij. Het zijn eigenlijk levende tranen en ontsnap van Tutti Frutti Eiland. Tranen? Wat? Niet huilen. Jullie speelgoed komt terug. Laten we snel die jellies gaan vangen. Mamma mia. Auw! Ze zijn heel glibberig, maar we moeten ze kunnen vangen. Maar hoe? Ik weet het. We konden ze vangen met gelatine in de fabriek. Misschien werkt zoiets dan ook wel hier. Hmm. Met snot uit haar neus. Nee, met koninghaarslijm. Huh? Ja! Meer suiker. Ja. En sap. Nog een klein beetje meer. Het slijm is klaar. Denk je dat het wel plakkerig genoeg is? Ik denk het. Zijn jullie klaar, baby's? Voor een plakkerige aanval? Ze ontsnappen. Sneller. Oh nee, het slijm heeft niet gewerkt. Oh. Dit ziet er niet goed uit, baby's. Zo dekking. Dit loopt uit de hand. Wat moeten we doen? Nou, ze worden toch wel een keertje moe. Meen jullie dit? Jullie vinden het niet tijd voor een speen? Geef hier. Zo sterk. Het trekt vacuüm. Dat is het. Jellies in de zak! Yay! Wat goed! Alsjeblieft, jullie speelgoed. We wisten niet dat de jellies zo ondeugend waren. Bedankt, baby's. Hé, wat zullen we met ze doen? Alles behalve vrijlaten. We kunnen ze bevriezen. Nee, dat vind ik zielig. Ze horen op Tutti Frutti Eiland. We gaan terug. Ja, ik mis de geur van aardbeien. Oké, we zijn weer terug. En wat doen we nu? Nu gaan we ze vrijlaten. Echt niet? Ik ben niet de hele vallei overgerend om ze nu los te laten. Ik denk dat ze geleerd hebben zich te gedragen. Toch, Jellies? Doe maar, laat ze vrij. Papi! Chocolate. Kijk, die boom hangt vol met kettingjes. En die boom heeft cakejes. Dat hebben we gekregen van de jellies. Wat een geweldige boom. Mag ik er 3 in mijn tuin planten? Sinaasappelsmaak. Ik hou van Tutti Frutti Eiland. Wow. Zelfs met de jellies.